Mijn naam is Eva van Malsen en ik wil je graag wat vertellen over mijn studie sociologie aan Tilburg University. Sociologie bestudeert de relatie tussen individuen, groepen en de maatschappij. Tijdens de opleiding sociologie leer je sociale problemen begrijpen. Je verdiept je in maatschappelijke thema's zoals armoede en ongelijkheid, migratie en culturele verschillen, waarbij je de link legt naar politiek en beleid. Wat ik leuk vind aan mijn studie sociologie is de kleinschaligheid van de opleiding. Er is veel persoonlijke aandacht en je kent al je medestudenten. De bacheloropleiding bestaat uit 3 jaar. Het eerste jaar volg je sociologische vakken, maar ook vakken uit de politicologie, de psychologie en de economie. Met deze vakken leg je de basis voor een brede visie in de sociologie. Het tweede jaar kies je een specialisatie in de vorm van een major. Je kunt kiezen uit een Nederlandstalige major, grootstedelijke vraagstukken, of uit een van de 2 Engelstalige majors, Culture in a Comparative Perspective of Social Risks in a Changing World. Het derde jaar krijg je de mogelijkheid je studie bijna compleet zelf vorm te geven. Je kiest 3 minorvakken en 2 keuzevakken. Met deze vakken kun je je kennis bij een andere discipline verbreden of juist verdiepen met extra sociologische vakken. Daarnaast loop je stage bij een voor jou interessante organisatie. Je kunt ook, zonder studievertraging, stage lopen of studeren in het buitenland. Sociologie is een wetenschappelijke opleiding. Daarom volg je tijdens je studie ook vakken voor het ontwikkelen van je academische vaardigheden. Kritisch en wetenschappelijk leren denken, lezen en schrijven. Methode- en statistiekvakken leren je meer over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar sluit je af met een onderzoeksproject waarbij je al het geleerde in de praktijk brengt. Na de studie heb je een brede kennis van maatschappelijke problemen en onderzoeksmethodes. Je bent zelfstandig in staat sociale problemen te analyseren en oplossingen te bedenken. Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor ben je breed inzetbaar. Je kunt aan de slag bij veel verschillende organisaties, zoals gemeentes, ministeries, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, de journalistiek en de gezondheidszorg. Met aanvullende cursussen vakdidactiek en een stage kun je je ook kwalificeren als eerste graads docent maatschappijleer. Sociologie is een brede studie waarbij je je kunt specialiseren in het gebied dat jij interessant vindt. Ben je nou benieuwd geworden naar ons brede programma? Schrijf je dan nu in voor een van onze evenementen.